Dr. John Schermer is een vasthoudend type. Al sinds de jaren 90 probeert hij zonnecellen steeds dunner en efficiënter te maken. En hoe dunner de zonnecellen, hoe minder materiaal je nodig hebt om ze te maken. En minder materiaal betekent, jawel, goedkoper. Het noesterwerk van John en zijn team aan de Radboud Universiteit in Nijmegen begint zijn vruchten af te werpen. De zonnecellen worden niet alleen steeds dunner, ze zijn ook veel efficiënter. Zonnepanelen die zetten zonlicht om in elektriciteit, rechtstreeks. Dit is een paneel wat mensen vaak kiezen uit esthetische overwegingen. Heel mooi zwart, egaal donker, maar een rendement van 10, hooguit 12%. En dit zijn de panelen die ver weg het meeste tegenkomen heden ten dagen. Pak een beetje een 16% rendement. Dat is al een iets betere versie, die gaat naar 17% rendement. En dit soort panelen, dan heb je alweer wat donkerder, wat mooier het licht binnenvangen. 18%, 19% en de allerbeste bij u thuis, die kunnen misschien 20% halen. Als je maar 20% omzet, dan blijft er dus 80% onbenut. Niet rechtstreeks omzetting naar elektriciteit. Dat kan echt ongelooflijk veel beter. Dat kan zeker twee keer zo goed. 40% rendement is al haalbaar. 45%. En als je goed onderzoek doet, kun je daar dan waarschijnlijk nog wel hoger uitkomen. Dat hebben we op het laboratorium al aangetoond. Dat je inderdaad naar zonnecellen kunt van een enkele micrometer dik. Die qua rendement alweer hoger liggen dan de nu gangbare zonnepanelen. De huidige generatie zonnemodules, dat zijn siliciummodules. En silicium die doet het over een groot gedeelte van het zonnespectrum redelijk goed. En dat zonnespectrum bestaat uit allemaal kleuren. En silicium doet het overal een beetje goed. En wat je zou kunnen doen, is materialen gaan gebruiken die heel specialistisch of het blauw heel erg efficiënt omzetten, of het rood. En als je die twee dan combineert, dan ga je naar echt serieus hoge rendementen. Wat je daarvoor wel moet doen, is dat die materialen moeten wel allemaal mooi op elkaar passen. En dat is iets wat we in deze reactor kunnen. Daar kunnen we laagje voor laagje, kunnen daar kristallen op elkaar gegroeid worden. Ruimtevaart is heel erg geïnteresseerd in die hele dunne zonnecellen die wij hebben ontwikkeld. Omdat je veel minder gewicht de ruimte in hoeft te sturen. Maar omdat ze zo dun zijn, kunnen ze ook een beetje flexibel zijn, waardoor ze ook minder snel breken. De huidige systemen voor de ruimtevaart die moeten op een dikke drager worden gemonteerd. En waarom is dat? Omdat de huidige zonnecellen, dat zijn van die kristalschijfjes. Dat zijn dit soort kristalschijfjes. En als die een beetje buigen, dan gebeurt er dit. En de hele dunne zonnecellen die wij maken, die vinden het helemaal niet erg als ze een beetje gebogen worden. Dus voor de ruimtevaart hoef ik helemaal niet meer zo'n hele dikke structuur te realiseren, zodat de zonnecellen niet mogen buigen. Ik kan gewoon in de ruimte zo'n plaatje mee. Voordat ze dat echt in de ruimte gaan doen, willen ze wat meer informatie hebben. En dat gaat in een zogenaamde ballonvlucht. Dat zijn die hele ijle ballonnen, die gaan tot aan de rand van de ruimte, 40 kilometer. Die zitten echt op het randje van de atmosfeer. Als je eenmaal in de ruimtevaart laat zien van, het werkt onder hele extreme condities, dan werkt het zeker op aarde. En dan begint zoiets te ontwikkelen. Dus ik ben heel erg blij met de ruimtevaart als een stepstone naar verdere toepassing. Ik vermoed dat je overal om je heen zonnepanelen gaat zien. En die panelen die zullen allemaal anders uitzien. Maar je gaat systemen krijgen die semi-transparant zijn. Die kun je in plaats van een raam of façades bij grote gebouwen zul je die gaan tegenkomen. Je gaat ze ook in jouw smartphone tegenkomen. Je legt je smartphone neer en die laat op al gewoon bij het restant licht wat je toch al in je kamer hebt. Overal gaan we ze tegenkomen.